Kijkers, hier ben ik weer, Jok, met weer een toffe junior-uitzending. Ik ben vanmiddag hier in het Wantijpark, waar in deze maand weer leuke dingen zijn te beleven. Zoals heerlijk zwemmen, kijk eens even, hierachter. En ook in het Wantijbad. En ook kunnen jullie met je ouders hier gave muziek gaan beluisteren. Nou, ik ga weer eens rondkijken in het park, hoor, kids. Mooi is het Wantijpark, hoor, kids. En kijk eens, wat een mooi uitzicht. Voor het beroep van de maand was ik ook bij een prachtig uitzicht in de stad. En had een gesprek met tekenaar Teus Sandman, die heel goed kan tekenen, hoor. Hij had mij zelfs getekend en ik mocht op die tekening Teus tekenen, kids. En dat lukte dit wel, dit keer. Nou, eens kijken of dit hier ook lukt. Het lijkt wel een telraam, hè? 1, 2, 3, 4. Je kan er muziek van maken. Dat kan je op dit veld hier ook beluisteren, hoor, deze zomer. Hallo, kids. Hier ben ik weer. Jok, met dit keer een creatief beroep van de maand. Ik sta hier op een mooie plek bij het Groothoofd in Dordt en heb dit keer een gesprek met Teus Sandman, een Dordtse tekenaar. Eens even rondkijken of ik zie dat hij al op mij zit te wachten. Oh ja, daar zit hij. Nou, even gauw naar hem toe, hoor. Hallo, meneer Teus Sandman. Ik ben Jok van Junior Kids TV en ik mag u toch vragen stellen over uw creatieve beroep, hè? Ja, natuurlijk, Jok, dat mocht, dat hebben we afgesproken. En hoe wist jij me hier te vinden? Ja, omdat je natuurlijk hier ook wel getekend hebt, denk ik, hè? Ja, dat is ook zo, hè, dat is ook zo. Nou, leuk dat je er bent. Dan ga ik nu maar de vragen stellen. Is prima. Hoe lang doet u dit werk als tekenaar? Oh. Dat doe ik al heel mijn leven. Als kind dan tekende ik al heel graag in de klas. En ja, leuke onderwerpjes allemaal. En met de andere kinderen allemaal tekenen. Nou, dat vonden we natuurlijk helemaal geweldig. En ja, ik ben altijd blijven tekenen. Nou, en daar heb ik ook. Tof. Daar heb ik later mijn beroep van gemaakt. En ik denk, dan kan ik daar lekker mijn geld mee verdienen. En dan ben ik altijd lekker buiten, lekker aan het tekenen. Nou, dat is ook zo. En hoe is het gekomen dat u dit tekenwerk ging doen? Ik ben altijd creatief van geest geweest. Dus ik denk, dan ga ik een beroep kiezen waar ik lekker mijn vrije gang kan gaan. En nou, dat is tekenen natuurlijk. Je kan lekker altijd leuke onderwerpen zoeken. En je kan het allemaal lekker gaan met je potloodje en met je pen lekker gaan tekenen. Ja, dat is hartstikke leuk. Wat vindt u zo leuk aan dit tekenwerk? Nou, wat we, zoals we nu zien, want ik teken heel veel buiten en je bent er nu bij. Ja, tof, hoor. Het is natuurlijk heel lekker om zo in het zonnetje te zitten en lekker een tekeningetje te maken, toch? Ja, super. En als je daar ook nog je geld mee kan verdienen, dus dat het je beroep is, nou, dan is het helemaal geweldig. Ja, zeker. Dus. Wat tekent u meestal? Zijn dat dingen of gebouwen hier in Dordt? Ik teken heel veel gebouwen in Dordrecht, maar ik teken ook voor de reclame. Dus ik ben ook grafisch vormgever, ontwerper. Dus ik maak ook logo's en ik maak ook boekjes en stripalbumpjes en van allerlei dingen maak ik. Dus gaaf, het is heel gevarieerd. Heeft u op een tekenschool gezeten of heeft u het tekentalent van uzelf? Nou, ik had het talent wel van mezelf, maar ik heb ook les gehad. Want ja, andere mensen moeten jou natuurlijk leren omdat je nog beter wordt. Je kan het nooit helemaal alleen. Dat, okay, dat bestaat niet. En een diploma dan ook? Ja, ik heb ook een diploma gehaald. En ik heb op allerlei tekenscholen gezeten en cursussen gedaan. En natuurlijk zelf heel veel in de praktijk tekenen. Dan word je helemaal goed. Nou, gaaf, hoor. Ik heb gehoord dat hier op het Groothoofd met een andere kunstenaar een kunsthoofd
heeft gestart. wat betekent dat precies? Ja, nou, een kunsthoofd, dat is niet iets waar je pijn van krijgt of pijn in je hoofd, maar dat is iets heel anders. Dus we hebben een kunstmarkt en dan hier op het Groot Hoofd komen allerlei kunstenaars met hun kraampjes. En dan kunnen de mensen gezellig langskomen en kijken naar wat iedereen maakt. En dan kunnen ze spulletjes kopen en lekker een drankje drinken hier. En natuurlijk genieten van het mooie uitzicht. Nou, dat is zeker een mooi uitzicht hier hoor. Dus een mooie zomermarkt. Ja. Een zomerkunstmarkt. Ja, een zomerkunstmarkt. En die organiseer ik samen met de andere kunstenaar. Dat is Onno de Bruyne. En we hebben dat vorig jaar ook al een keer gedaan. En dat was een groot succes. Dus nu doen we dat weer. En in de maanden juli en augustus is dat iedere zondag. Dus nou, dat is tof. Ik zal zeggen, kom gezellig langs. Ja, misschien kom ik dan ook wel kijken. Ja, dat lijkt mij heel erg gezellig. Oké. Heeft u veel tekenopdrachten? En wat moet u dan tekenen? Nou, ik teken van alles wat mensen willen wat ik teken. Maar ik verzin ook dingen zelf. Dus dan maak ik bijvoorbeeld tekeningen van de stad. En dan maak ik daar leuke kalenders van en leuke boekjes. En placematjes voor in de restaurants. En dat vindt iedereen leuk en nemen we dat allemaal mee naar huis. Nou, is zeker leuk. Ja. Heeft u wel eens iets grappigs of iets spannends meegemaakt? En wat was dat dan? Je bent natuurlijk meestal in je eentje bezig, dus dat is op zich niet zo spannend. Dus je moet een beetje goed kijken wat er rondom je heen gebeurt. En dan zie je natuurlijk van alles. En mensen komen ook naar je toe en dan komen ze leuke vragen stellen. Of ze zijn vervelend, dat ze rare dingen gaan zeggen. Ja, dat gebeurt ook wel natuurlijk. Maar daar moet je niks van aantrekken. Ik ga gewoon door en ik trek mijn lijntjes. Nou, dat is prima dan hoor. En soms lachen om grappige dingen, hè? Ja, maar dat is belangrijk, Jok. Dat weet jij ook, hè? Ja, moeten blijven lachen. Ook, hoor. Ja. Mogen de kids thuis en ik eens wat tekeningen van u zien? Ja, natuurlijk. Heel graag. Ik heb allerlei tekeningen meegebracht. En ik ben hier nu ook aan het tekenen. Ik zal de tekening zo laten zien. Nou, want daar ben ik wel benieuwd naar, hoor. De Groothoofdpoort is ook heel erg mooi, dus dat is een mooi plekje om te tekenen. Oké. Nou Jok, kijk, deze is nu klaar. Dat is waar we nu zijn, hè? Dat is het Groothoofd. Ja, dat is het Groothoofdpoort. Met mooi al die elementen erin. Schitterend, ja, hoor. Ja, nou, dankjewel Jok. Nou, dit is het Groothoofd, hè? In totaal. Aan het water. Ja, wij zitten nu zo'n beetje hier ergens. Gelukkig niet in het water. Nee, gelukkig niet. Nee, gelukkig niet. Want die tekeningen die mogen natuurlijk ook niet nat worden. Nee, dus ze moeten netjes niet droog houden. Ik heb heel veel tekeningen van Dordrecht. Oh, de grote kerk. De grote kerk. Deze is in de sneeuw gemaakt, zo rond de kerst. Wauw, dat is een mooie voor een kerstkaart. Ja, zeg. Dat is die zeker. Nou, dat is daar ook in de buurt. Dat is de ophaalbrug, de draaibrug daar bij de, hoe heet het daar, de Engelburgerkade of zo. Ja. Ja, is dat in de buurt ja, van de... Ja, bij de grote kerk ook. Oké. Ja. Ja, al die draaibrug, ja. Dordrecht heeft hele mooie plekjes. En er is ook nog een keertje de grote kerk alleen, maar dan weer in de zomer. Van de andere kant? Ja, van de andere kant. Want je moet het natuurlijk van alle kanten moet je het gaan bekijken. En zonder sneeuw? Zonder sneeuw, ja. Nou, dit is het Wolwevershaven met het Stockholmgebouw. Is ook mooi, zeg. Ja. Ja, ik probeer het allemaal zo mooi mogelijk te en maken. En een mooie boot. Ja. En dat is de... Oh, dus de Pieterboelen. De Pieterboelen. Daar ben ik op geweest. Ja, ben je meewezen varen? Nee, Sinterklaas was daarop. Sinterklaas, ja, inderdaad, Sinterklaas. En die ben ik op gaan zoeken voor het beroep van de maand. Heb ik gezien op de tv. Ja. Ja, heb ik gezien. Mooi zeg. En dit is het hof. Oh, die is ook mooi. Ja. Maar het is allemaal heel veel werk. Dat is een museum geworden. Is een museum geworden, ja. Even kijken, wat heb ik nog meer? Hebben ze daar ook werk van je thuis in het hof? Ja, 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 op heel veel plekken in Dordrecht kun je mijn werk kopen. Kijk, nog een sneeuwtekening, de Lange IJzeren Brug. Nou, dat is ook natuurlijk mooi. Een heel bekend plekje hier in Dordrecht. In de sneeuw. Ook in de sneeuw. Eens kijken of ik nog meer heb. Oh, dat is nog diezelfde. En ik teken ook in andere steden. En dit is in Amsterdam. Zo. Dit is het grote stadhuis die daar is ook op mooi. De Dam, Paleis op de Dam. Met de Nieuwkerk daarnaast.
Dus ik doe ook in andere steden tekenen. En maak je dan eerst foto's of ga je er gelijk zitten? Soms ga ik zitten, maar in dit geval is het beter om een foto te maken. Want ik ben heel lang dagen bezig om die tekening te maken. Nou, als je hier zit te tekenen, je moet de hele tijd naar boven kijken. Nou, dan weet je wel, dan krijg je pijn in je nek. Hè? Ja, dus dan kun een heleboel mensen om je heen. Denk ja, ik. Ook dat. Dus dan kun je beter maar niet gaan zitten. Dus nee, dan doe ik het lekker thuis afmaken. Mooi hoor. En dit, die ook? Ja, dit is ook in Amsterdam. Dat is de Sint-Nicolaaskerk. Nou, je had het net over Sinterklaas. Nou, is dat de Sinterklaaskerk? Dit is de Sinterklaaskerk in Amsterdam. Grappig. Nou, ik heb er nog eentje, geloof ik. Ja, dit is ook in Amsterdam. Wauw, die is ook mooi. En dit is de Westertoren. Nou, mooi hoor. Ja. Wauw, wat een gaaf beroep heb je zeg. Nou, dank je wel. Bedankt meneer Teus voor graag dit gesprek. Gedaan. Graag gedaan. En mag ik ook nog iets leren proberen te tekenen op een papiertje? Hoe zullen we dat doen? Oh. Nou, dat lijkt me eens wel leuk. Eens kijken of ik ook kan tekenen. Dan ga ik even een mooi stukje wit papier pakken. Oh. Maar ik wil het wel proberen. Ja, nou, dan gaan we het zeker doen. Oké. Okay. Wauw. Dat lijk ik wel. Ja, nou ja, Jok, dat ben jij. En ik heb jou net al een beetje zitten bekijken. Ik denk, dat is best een mooi manneke om eens eventjes te tekenen. Nou, dat heb je goed gedaan, nou, hoor. Kijk, je staat er hartstikke leuk op. Nou, ik lijk dus inderdaad veel op. En jij wil natuurlijk ook tekenen. Ja, dus ik wil nou het wil proberen. Ik vragen, teken jij mij dan daarnaast? Oké. Okay. Is dat goed? Dan geef ik jou de pen. En wel netjes werken, hè? Ja, mijn krullen staan er al op. Ja, dat gaat goed. Dat gaat goed. En je lacht. Ja, helemaal goed. Nou, dan doen we hem ondertekenen. Teus. Dus ik heb het toch goed gedaan? Nou, ik denk het wel. Meestal gaat alles verkeerd bij mij. Ja, nee, maar nu is het helemaal goed. Heb ik zeker ook tekentalent. Ik denk het wel, ik denk het wel. Kijk. Oh, dankjewel. Nou Jok, hartelijk dank. Meenemen? Jij mag hem meenemen. En ik wil je bedanken voor de gezellige middag hier aan het Grote Hoofd. Ja, nou en ik hoop bedankt, je weer te hoor. Zien. Oké. Okay. En tot ziens. Tot de volgende keer. Dag Jok. Mag ik hem meenemen? Ja, ik geef hem mee. Het lukt niet. Nee, ik geef hem wel gewoon mee. We pakken hem zo in. Hallo vriendjes, ik kom weer eens naar jullie kijken hoor. Net als het volgende item voor jullie uit een archief, wat ook weer leuk is om te bekijken. Je hebt oorbellen, zie ik. Hallo, ik heb geen eten voor jullie meegenomen hoor. Ga dat zelf maar eens opzoeken. En blijf maar lekker in de schaduw zitten hoor. Dat ga ik dus ook doen. En ik heb ook best trek gekregen. Doei! Zingen zij het hoogste.
om hier weer eens rond te slingeren, kids. En met mooi weer, dat is tof hoor. In Dordt zijn ook weer toffe dingen gebeurd door kids. En is het nu weer tijd voor ons kindernieuws? Ik ben benieuwd wat kids weer gedaan hebben. En ga er dus maar even voor zitten hoor. Nou, ik ga hier dus even luisteren. Misschien hoor ik al wat kindernieuws. Het komt eraan. De meeste scholen starten met een koningsontbijt, gevolgd door een koningssportdag. De leerlingen hebben het in ieder geval naar hun zin. Ja, want de sport is gezond voor je en dat moet vaak gebeuren. En wat vind je het leukste aan vandaag? Voetbal, omdat ik zelf op voetbal zit. Dus. Touwtrekken, de bal in de lucht houden. En wat vind je het leukst om te doen? De bal in de lucht houden. Vind je zo'n dag nou leuk om te doen? Ja. En waarom vind je dat leuk? Omdat je dit niet elke dag doet. En daarom, en de sport is heel erg leuk. Vooral als je het met z'n allen doet. De koningsspelen zijn ingevoerd toen Willem-Alexander koning werd. We deden sporten zoals tennis en hockey en rugby en dat soort dingen. En wat vond je het leukst om te doen? Tot nu toe vond ik rugby wel het leukst. Hier op het veld van voetbalvereniging GSC ODS krijgen deze Dordtse kinderen een training van voetbalschool Voetbal Talents. Ja, we hebben een voetbaltraining gegeven aan de jongeren van 8 tot en met 12 jaar. Het trainingsduo Patrick van Dulleman en Jim Krijgsman coachen al jarenlang bij ADO Den Haag. Ze willen nu graag Dordtse talenten verder helpen in hun ontwikkeling. De kinderen van 8 tot en met 12 jaar trainen vandaag van 8:30 ochtends tot 12 uur 's middags. Morgen gaan ze weer verder met de training. Omdat het me wel leuk leek om gewoon wat meer te trainen en zo. En ik hou gewoon heel veel van voetbal. En wat heb je vandaag allemaal geleerd? Met meer kappen en zo. En betere snelheid en gewoon afwerken. Dat je de bal gewoon altijd goed moet raken. Waarom heb je je ingeschreven voor deze training? Nou, papa heeft het op de telefoon laten zien en het leek me wel leuk. En wat heb je allemaal geleerd vandaag? Hard schieten in de goal en nog partijen. Het is de eerste keer dat de voetbalschool zich op Dordrecht richt. Jonge meisjes verzamelden zich zondag bij de speelgoedwinkel op het Statenplein voor een meet and greet met hun televisie-idool Jill. De tv- en internetster signeerde gisteren haar eerste fictieboek, Elvie's Eigen Wereld, en de meegenomen tekeningen van haar jonge fans. De 25-jarige Jill brak in 2014 door met haar eigen kinderprogramma over tekenen, knutselen, mode en bakken op Zep. De afgelopen 7 jaar zijn er 7 boeken verschenen van Jill over tekenen, knutselen en mode. Maandelijks gaat ze langs verschillende boeken- en speelgoedwinkels. Groen Doet Goed organiseerde vanmiddag een activiteitenmiddag voor jonge kinderen die te veel binnen zitten. In een uur gingen de kinderen 3 verschillende onderdelen langs om wat te leren over de natuur en om goed te bewegen. Daarnaast hebben ze een natuurbeleving en dan gaan ze dingetjes opzoeken en bloemschilderijen maken. En bij het onderdeel bewegen dan maken ze kennis met leuke spelletjes die ze ook buiten kunnen doen, maar ook gewoon lekker bewegen. Want het is belangrijk om buiten te bewegen eigenlijk, om überhaupt te bewegen. De kinderen van tegenwoordig zitten te veel binnen, zeggen ze bij Groen Doet Goed. Uiteindelijk willen ze de kinderen en ouders duidelijk maken dat het belangrijk is om naar buiten te gaan. Hier in het Dordrechts Museum kon je vandaag koninklijke vogelhuisjes maken.
We hebben zo'n schitterende tentoonstelling van Aart Schouwman. En dat was een dortenaar. Wij zoeken dus nu dus voor alle vogeltjes een vogelhuis. De kinderen mogen zelf weten hoe de vogelhuisjes eruit komen te zien. Ik ben een vogelhuisje aan het maken. En ik ben nu bezig met de achterkant in kleuren. We hebben de voorkant al gemaakt. En ja, uiteindelijk ga je hem in elkaar zetten. En dan heb je een vogelhuisje. De museumdocent vindt het belangrijk dat de kinderen creatief bezig zijn. Want dat is niet altijd even makkelijk. En dat ze iets met hun vingers doen. Als de vogelhuisjes af zijn, mogen ze mee naar huis. Je kan hem ook ergens mee inspuiten, waardoor je hem ook buiten kan ophangen. Maar je kan hem ook gewoon in je kamer ophangen. De leerlingen van groep 7 van school Muring leren vandaag van alles over techniek. Het is best wel lastig, hè, dat lassen. Waar moest je nou op letten? Je moest erop letten dat je niet te lang op hetzelfde plekje staat, want dan werd het rood. Vorige maand is TechniekDoc weer gestart. Een jaarlijks project in de duurzaamheidsfabriek voor kinderen van de basisschool. Wat is er nou zo moeilijk aan? Het vastzetten een beetje. Ja, want dan moeten we weer heel veel dingen pakken. En het is nog best moeilijker dan je denkt. Wil je ze echt warm maken voor techniek, dan moet je hier straks in de klas dus mee verder. Geld en tijd, daar wringt het al jaren. Toch is volgens Sierwarts de instroom in het techniekonderwijs fors toegenomen. Het kinderbadje in het Wantijpark gaat woensdag weer open. Stadsbeheer verwacht dat het morgen druk wordt bij het badje. Het klopt wat Ed Doorn van Stadsbeheer gisteren zei. Als het kinderbadje in het Wantijpark weer open gaat, wordt het hartstikke druk. Wat bijna iedereen leest tegenwoordig. Nou ja, en in de zomermaanden, dan gaat de hele zomer door. Dus ja, gewoon hartstikke leuk zeg maar voor die kinderen. Vanavond is het badje leeg. Morgenochtend om 7 uur wordt het weer gevuld. Zolang het boven de 22 graden is, gaat het badje open tot oktober. Wauw, wat is dit toch ook een mooi park hoor. En als jullie vrij zijn van school, kunnen jullie hier heerlijk rondwandelen en spelen. Helaas is dit bezoek voor mij weer aan het eind gekomen. En ook is dit het eind van ons programma Kids. Maar een volgende keer, dan zijn wij natuurlijk weer. Tot dan, doei. Nou zeg ik het dorst gekregen. Zien jullie nog meer water hier? Ho, ho, ho. Even zoeken hoor.